Yes. Ja, zijn we Ja, online? ik hoop dat jullie ons kunnen horen, anders laat het direct weten hoor, met een Ja, berichtje. nee, het gaat goed. Ik zie de microfoon heen en weer gaan daar, dus Ja. dat gaat goed. Ja, ik hoor jullie. Yes, Hey dankjewel mensen. Anna. Hey, van harte welkom. Ja, Ja, lang geleden, lang geleden, het lijkt heel lang geleden hè? inderdaad. Nou, ze voelt het ook wel een beetje. Ja. En ja. We hebben eigenlijk vandaag nog een staartje vakantie gehad. We hebben een dagje heerlijk aan het water Ja, gelegen, klopt. gezwommen, gezond. Nou, dat kun je misschien wel een beetje zien. We hebben zaterdag zijn we begonnen, eigenlijk Nee, vrijdag vrijdag, al. ja. Vrijdag zijn we begonnen met een nieuwe groep ET Healer Practitioners. En zaterdag hebben we dus ook gewerkt, zeg maar. Het was fantastisch, eerst tweedaagse. En vandaag hadden we vrij, dus... Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus ik hoop dat jullie ook genieten van het restantje zomer, wat ons zomer tegemoet lacht. En ontzettend blij dat jullie, ondanks dat hele mooie weer, toch hier nu weer voor de camera, of tenminste, wij zitten aan deze kant van de camera. Jullie zitten bij jullie eigen laptop of iPad of een apparaat met een camera. Dus ja, Beeldscherm dan. beeldscherm. Ja, daar zit het cameraatje in, toch? Ja. We zitten allemaal voor het oog van de camera. Hey, zo'n leuke. Hartstikke leuk dat we met zoveel zijn vanavond. Dat is echt super gaaf. En ik denk dat er ook een heleboel nieuwe mensen bij zijn. En ik zal nog heel even uitleggen. Bovenin heb je een blauwe balk. En daar zit één ballonnetje in, zeg maar. Waar je iets in kunt typen. En er zit rechts daarvan twee ballonnetjes. En die twee ballonnetjes, dat is de groepsapp. En daar kun je dus gewoon al je vragen in kwijt. En de andere app, zeg maar het ene ballonnetje, die wordt dus alleen door ons gezien. En is misschien niet helemaal handig voor deze avond. Dus mocht je een vraag hebben, dan graag op de groepsapp, zo noemen we hem dan maar. Zodat iedereen... De vragen die jullie hebben ook kunnen zien. Want ja, we hebben al een prachtige vraag voorbij zien komen. Wel In die in de privéchat. privéchat. Ja. Maar we hebben vanmorgen daar aan de waterkant hebben we ons al afgestemd. En precies dat thema kwam dus voorbij. Ja. Dus wat in de vraag staat. Dus ja, je ziet inderdaad al gelijk van ja, precies dat is het dus. Dat is het thema eigenlijk van vanavond. Geen geluid, zegt, hoe heet hij? Ah, Time Traveler. Ja, Oh, Time Sepp. Traveler. Sepp. Sepp heeft geen Sepp, je geluid. hebt geen geluid. Misschien even resetten. Maar Ja. 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 Even resetten. Ik zal het even in de chat zetten voor Sepp. Tada. Even resetten. Ja. Zo. Dat is vaak als er iets hapert bij jezelf, terwijl de anderen daar geen last van hebben, dan is het even verversen. Ellie zegt ook: ik heb geen geluid. Nou, eventjes resetten. Even de verversknop, zal ik maar zeggen. Dus Oké. even opnieuw opstarten. Okay. Ja, want ik zie onze microfoon nog wel steeds heen en weer gaan. Ja, en de meesten hebben allemaal wel geluid. Toch? Ja, ik neem aan van wel. Ja, zien jullie ook? Ja. Nou, Oké. de druppelen nog steeds. Ja, Okay. Oké, okay. ik Nou, krijg prima. geluid. Dus Ja. het geluid komt door, dus dan zit het aan de Ja. andere kant. Dat is altijd goed om te weten. Fijn dat jullie deze nog een keertje Ja. willen melden. En dan dus even eventjes verversen. Goed. Right. Ja, wij willen natuurlijk gaan starten met jullie deze avond. En we vinden het altijd heerlijk om dan eventjes met elkaar, zeg maar, dat energieveld neer te zetten. En dat doen we aan de hand van een meditatie met Joël en mijzelf. En zodat jullie lekker kunnen gaan relaxen. En ook helemaal energetisch het veld kunnen gaan voelen waarin er zoveel kan gaan gebeuren vanavond. Dus Ja. ik wil jullie graag meenemen.
Ik zie inderdaad dat er nog steeds geen geluid is van Time Traveler Sepp. Maar ik heb geen idee. Ja, misschien gewoon helemaal even eruit. Is dat misschien een optie? Ja, dat kan. Even opnieuw opstarten, zeg maar. En echt de link opnieuw. Via de link opnieuw inloggen. Via de link opnieuw inloggen. Ja, en hopelijk dat het geluid van zijn apparaat niet kapot is natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, dat is het enige nog wat we kunnen doen. Ja. Ja, hoofdtelefoon heeft voor mij de vorige keer geholpen. Ja, voor sommige mensen, als het geluid wat minder is, even een koptelefoon, oortjes. Dat doet soms wonderen. Dus ja. Ja. Goed, dan gaan wij nu starten. En ik hoop dat Ellie en Sepp energetisch sowieso met ons kunnen aanhaken. Dus en dan wil ik jullie vragen om lekker te gaan zitten. En je ogen dicht te doen. Dat is het makkelijkste om je weer helemaal bij jezelf te komen. Ah, ik zie al heel veel aanwezigheid. Dat is mooi. Ik doe mijn ogen dicht en ik zie en voel en weet dat er gewoon heel veel aanwezigheid is. Zij zijn heel blij, zie ik aan die kant. Dus blij met ons waarschijnlijk. Goed, we gaan eventjes naar onszelf eerst. Dus ik ga jullie eerst meenemen naar je eigen lichaam. En begin eventjes met lekker even diep in en uit te ademen. En bij de uitademing kun je even alles loslaten, al je gedachten. En helemaal bij jezelf, in je eigen lichaam, aan te komen, thuis te komen. En voel even hoe jouw lichaam contact maakt met de stoel of de bank. En voel dan vooral even jouw benen. Zo langs je knieën naar je onderbenen. En als je wilt kun je even je benen een beetje wiebelen, zodat je daar echt even dat contact mee maakt. En zo via je enkels naar je voeten. En als het goed is staan je voeten op de grond. En zo niet, blijf gewoon lekker rustig zitten, maar visualiseer dan dat jouw voeten op de grond staan. In contact maken. En jouw voeten maken energetisch ook contact met de aarde. Met Gaia. Moeder aarde. En vanuit je eigen vrije wil kun jij contact maken, energetisch, vanuit je hart. Kun jij contact maken met het bewustzijn van de aarde. En als je wilt kun je alvast de nieuwe aarde, om daar contact mee te maken. En als je niet weet wat de nieuwe aarde is, het is de aarde die al helemaal getransformeerd is. En die deze, dit proces waar we nu in zitten met elkaar, het bewustzijnsproces. En ze is daar al helemaal klaar mee. En jij kunt al contact met haar maken. En vraag maar aan de nieuwe aarde of zij haar energie vanuit haar planeet, vanuit haar lichaam, door jouw voeten heen naar binnen wil laten stromen. Het
kan zijn dat je het voelt. Een tinteling, warmte of kou. En zelfs al voel je niets, weet gewoon dat het gewoon gebeurt. Want jij vraagt en het gebeurt. Je kunt deze energie verder binnen laten stromen via je onderbenen. En door je knieën naar je bovenbenen. Je kunt ook je ademhaling gebruiken bij de inademing. Haal je de aarde-energie naar boven. En tijdens het uitademen laat je alles los wat je niet meer nodig hebt. Laat die nieuwe aarde-energie nu ook jouw bekken instromen. En langzaam ook jouw onderbuik en je onderrug. Verder door naar je navel en het midden van jouw rug. En richting jouw borstkast, je longgebied. Je bovenrug. Het stroomt eigenlijk heel gemakkelijk. Die aarde-energie die borrelt als het ware omhoog, richting je schouders. En vandaar allebei jouw armen in. Zo naar beneden, naar je ellebogen. Door je onderarmen, via je polsen, naar allebei je handen en je vingers. En ook via jouw nek en keel. Bubbelt, borrelt die nieuwe aarde-energie omhoog. Richting je kaakgebied en je mond. Je neus. En langs je ogen. Richting je voorhoofd. En door naar je kruin. En zo via de achterkant van jouw hoofd. En langzaam naar beneden zakkend. Naar de achterkant van je schedel. En je hersenen. En zo weer je nek in. En nu stroomt die nieuwe aarde-energie helemaal door je hele lichaam heen. En probeer het maar eens uit, om te kijken als je vraagt. Laat het me nog meer voelen. Ik wil een sterkere stroming van die aarde-energie. Probeer het eens uit, als je dat vraagt. Maar wat gebeurt er dan? Wat kun je ervaren? Wat kun je voelen?
En vraag maar aan al die cellen van jouw hele lichaam of ze zich willen openen om deze prachtige, liefdevolle nieuwe aarde-energie naar binnen te laten komen. Vraag dat maar aan al jouw cellen. En richt je aandacht even op jouw kruin. Helemaal boven op je hoofd. In je kruinchakra. En vraag of de kosmische energieën via jouw kruin binnen mogen stromen. Zo je hoofd in. En bijna als vanzelf. Vermengt die kosmische energieën zich met de aarde-energieën. Helemaal door je keel en je armen, je handen. Je borstkas en je rug, je buik. Zo via je billen naar je benen. Het gaat helemaal vanzelf. En heel gemakkelijk. Helemaal naar je onderbenen en naar je voeten. Een perfecte balans van kosmische energieën en nieuwe aarde-energieën. Die jij zelf hebt gevraagd en toegestaan in al jouw cellen. En dan zal ik vragen aan Joël, mijn IT-gids, of hij nu voor vanavond een boodschap heeft voor ons. Door hem door me heen te laten praten in zijn eigen woorden. Kor i nakayap kor anma. Ur i naka yasir koma ayati. Soki na ayapaka. I omatake ay nishoro kana. I handaki otaki omata. I siro oyata. Miki miki ala. Muki atashishuko ma i rakitataka. Tukoyata kiyata ma. Maya si kiro ko. Kia ko 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 ko. Roko ma. Hai. Hai. Lieve, lieve mensen. Even in jullie eigen taal. Weet dat de woorden, zowel in mijn eigen taal als in die van jullie, het is slechts energie. Het maakt niet uit. Het gaat om de intentie, de liefde. De liefde in trilling omgezet en in geluid. Je hart zal het verstaan. Ga voorbij de woorden. Maar voel, in dit proces zitten jullie. Ga voorbij het gesproken woord, maar voel. Voel, wat is jouw waarheid? Wat een ander ook zegt. Voel de energie ervan. Klopt die met jouw waarheid in jouw hart? Jouw hart, de pure schat die je hebt, bewaard door jouw hogere zelf. De schat ben jij.
En waak over jouw eigenschap. Je hoeft niets weg te geven. Je hoeft ook niets te ontvangen. Iedereen heeft een eigen schat, eigen rijkdom, eigen waarheden. En alles bij elkaar is het één grote schatkamer. Hoor jezelf, zie jezelf, geloof in jezelf en hou van jezelf. Hou van jezelf. Want jij bent jij. Uniek als geen ander. Hou van jezelf en van jouw rijkdom. Je bent het waard. Ja, kom maar aan. Misschien wil jij ook eventjes weer even diep ademhalen, zodat je je lichaam weer voelt, je longen voelt, je borstkast voelt uitzetten tijdens het inademen. Breng je bewustzijn daar maar even naartoe, naar je eigen lichaam. En je voeten op de grond. Breng jezelf langzaam weer terug. In het bewustzijn van het hier en nu, op 7 september 2021. En neem jezelf voor, zodra jij je ogen opendoet, ben je weer helemaal terug in het hier en nu en in je eigen lichaam. En helemaal helder en fris. Dank jullie wel voor het meedoen. Ik hoop dat jullie gevoeld hebben, de energie. En door mee te doen aan deze meditatie, betekent dat je ook meebouwt aan het veld. Het veld wat we met elkaar hier neerzetten. Dus niet alleen via Philip en mij of via de IT's, maar vooral ook jij. En daarom is het zo fijn. Dat je gewoon meedoet met deze meditatie. En voel je dus vooral welkom in dit veld. En voor nu willen wij gaan kijken welke vragen jullie gesteld hebben. En dan gaan wij daar met onze gidsen op afstemmen. En kijken welke antwoorden daarop komen. Dus ik ga eventjes kijken in de chat. Ja. Ja, Sylvia, jouw vraag, hè, dat je aan de ene kant voel je heel positief en krachtig en aan de andere kant vrij snel emotioneel en van je stuk gebracht. Heel mooi deze vraag, dankjewel Sylvia, want dat haakt aan de eerdere vraag die dus in de privé chat was terecht te komen. En wat ook een beetje het thema is voor vanavond, wat wij zo gevoeld hebben. Mm-hmm. En wat is de vraag die erbij staat? Kunnen jullie hier iets over zeggen? Oh, oké. Okay. Ja. 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 In ieder geval vind ik hem herkenbaar. En ik denk dus heel veel mensen die dit herkennen. En we gaan even channelen. We gaan even channelen wat Joël en Estelle daarover te zeggen hebben. Ja? Oké. Okay. Joël die geeft aan dat het dus te maken heeft met de kracht van de nieuwe aarde, zeg maar. Waarin je je dus gewoon heel, ja, dan voel je je vrij en krachtig. En hè, dus het is nog niet in de buitenwereld, maar wel al in je binnenwereld. En dan voel je die energie en dan is een positief gevoel, hoopvol. En op het volgende moment kun je gewoon
totaal onderuit gaan door een stuk wat je dus weer verbindt met de oude energie, de oude wereld. Dat kan een trigger zijn van de buitenwereld waarin je op dit moment nog in de oude wereld zit. En het is nodig, zegt Joël, omdat er zijn nog dingen die afgewikkeld mogen worden, zodat je ze niet meeneemt naar de nieuwe wereld. Ja, dus er wordt nu gewoon heel veel uitgezuiverd, ook in jezelf dus, zodat je daar zo schoon mogelijk kunt gaan genieten van die nieuwe aarde en nieuwe aarde-energie. Dus, dat is wat Joël daarover te zeggen heeft. En Israël? Nou, hij heeft hierover aan dat misschien dat er meer mensen zijn die hebben kunnen voelen afgelopen week. Dat het collectief best wel een aardige shift heeft gemaakt. Dus dat die enorme pieken en dalen. En alsof er een soort... ja, meer een gevoel is gekomen in het systeem. Misschien heb je die wel gevoeld dat het alsof het aan het uitbalanceren is. En dus daar waar het in het verleden heel erg kon pieken en dalen, alsof er een soort een balanspunt is gevonden. Ergens in de afgelopen week. Een momentje. Nou goed, we hebben het al meerdere keren gehad, denk ik, over die splitsende realiteiten, zeg maar. Hè, waarin die realiteiten echt uit elkaar aan het groeien zijn, zeg maar, aan het uit... er is een verschil tussen, noem het maar, de ervaring en het voelen van die andere wereld. En af en toe waarin je moet toch nog gewoon... feitelijk teruggaan in je oude patronen van het werk wat je doet, je alledaagse dingen, zeg maar. En dan kom je vaak toch in een hele andere realiteit. En het is met name dat het binnenste van je voelt eigenlijk de ene realiteit. En ja. Vervolgens moet je nog dingen doen in een andere realiteit. En het is met name die, of je krijgt informatie of prikkels, hè, zoals je wel net aangaf, uit die andere realiteit. Ja. En het zijn eigenlijk die prikkels die je als het ware een soort herinnering activeert uit een realiteit waarvan je eigenlijk weet van ja, maar dit heeft eigenlijk helemaal niet meer mijn voorkeur. Ik wil eigenlijk een andere weg in, zeg maar. En het is nu nog deze fase, zeg maar deze fase zit echt op het eindstuk ervan. Maar juist daarom kunnen ze nog zo heftig voelen. Je zit ook in een proces van ja, laten we nou gewoon deze kant op gaan. En dan voel je nog van die dingetjes die dan trekken. Tegelijkertijd is het wel zo, het feit dat ze aan je trekken, zeg maar, betekent dat er ook nog stukken zijn in jezelf die daarop resoneren, zeg maar. En nou hoeft het niet zo te zijn dat je, zolang die stukken er zijn, kun je niet naar een andere realiteit. Want ook in die andere realiteit, ook in die nieuwe, in die lichte realiteit, zul je nog voldoende, noem het maar, materie hebben bij je, om te kunnen uitwerken, om te kunnen leren, om te kunnen groeien. He, dus noem het maar de zware stukken die we over het algemeen minder prettig vinden, het zijn juist die stukken waar we enorm veel van kunnen leren. En het wordt in die nieuwe wereld echt niet zo dat er niks meer te leren valt, dat daarmee alleen nog maar... nou, bijna als het ware een soort permanent holiday zal zijn, zeg maar. Dus
Deze fase, geeft Israël aan, is heel goed om te gebruiken. En het helpt je ook je eigen proces. Maar let ook, alles wat je doet in je eigen proces geeft een support in het collectief. Oké, ik zal daar nog meer over uitleggen. Even kijken, want die gaan allemaal verschillende draden lopen. Eén moment. Op het moment, laat ik zo zeggen, zolang we zitten in het stuk van goh, die zwaardere gevoelens, zeg maar, nou ja, die willen we niet. Op het moment dat we daar weerstand op hebben zitten, betekent eigenlijk de weerstand maakt dat je dieper die realiteit ingaat. Wat op dit moment eigenlijk heel belangrijk is, is dat je gewoon eigenlijk accepteert dat dit er nu gewoon is. Dat je ook een soort overgave kan hebben in dat proces, van dat we nu eenmaal die splitsing aan het maken zijn, zeg maar. En dat, ja, dat de triggers van die, ja, noem het maar even, van die oude wereld er gewoon nu nog zijn. Dat accepteren is een hele belangrijke. Voor degene die, want dat is het beeld wat ik krijg te zien nu. Voor degene die in het verleden wel eens een Bouchard-event heeft gevolgd, zeg maar, over dit thema. Bouchard heeft het er wel eens over. Er komt op een gegeven moment een soort glazen wand tussen beide realiteiten. Waarin je nog steeds de andere realiteit kunt zien. Maar waarbij je eigenlijk niet meer het effect voelt van die andere realiteit. En dat is eigenlijk wat Israël nu laat zien. Dit is het punt waarop eigenlijk die glazen wol begint te ontstaan. En dat geeft je dus eigenlijk een gelegenheid om, terwijl je nog steeds heel veel ziet in de realiteit die absoluut je voorkeur niet heeft, om er wel een soort rust en een balans in te krijgen. En vooral je frequentie hoog te houden, omdat je voelt dat je in die veel hogere vibe zit. Op het moment dat je eigenlijk de weerstand voelt tegen datgene wat je waarneemt, eigenlijk wat je doet is even die wand wegschuiven en je inhaken in die andere realiteit. En daarmee verlaagt automatisch weer je frequentie. Oké, ik moet even wat laten zien. Spannend. Ze zijn toch wel heel handig, hè? Ze zijn heel handig. Ja. Dit is iets dat is van de vorige week tijdens de training ook al aan bod gekomen. Ja. Hij wordt teruggehaald. Feitelijk het proces wat we aan het doen zijn is het volgende. We zijn gekomen vanuit een realiteit als collectief. En zie dit maar, dit paarse als een grijze realiteit. Wat langzaam aan het begin is er is een andere energie gekomen, een andere realiteit gekomen. En noem het maar gewoon hier dit licht of dat gouden licht. En we zijn steeds verder zijn we uit elkaar aan het gaan. En wat je dus eigenlijk ziet is, dit stuk energie begint steeds groter, het begint steeds een groter volume te krijgen. Wat gebeurt op het moment dat je je weer focust? Kijk, en je zult zien, er is dus een soort overlap tussen die twee realiteiten. En in die overlap zitten we nog steeds. Maar degenen die in deze tijdlijn zitten, gaan voelen dat er steeds veel meer power gaat komen in deze tijdlijn. En natuurlijk vind je nog een deel van de overlap van die realiteiten. Maar je voelt steeds meer deze power. Op het moment dat je hier gaat zitten focussen op, noem het maar, de zwaardere energie. Wat feitelijk doet is, je verlaagt je energie, maar jouw persoonlijke bubbel gaat daarmee ook weer een stuk kleiner. Dus blijf in die hoge frequentie, zeg maar. Ondanks dat je het waarneemt, ga je niet opnieuw inhaken op die zwaardere energie, op die lagere frequenties. En er komt een moment waarop deze gaan loslaten. Bashar die heeft aangegeven, dat gaat plaatsvinden in jullie jaar 2022, 2023. Dan kun je elkaar zelfs bijna niet meer zien. En is shiften van de ene realiteit naar de andere ook bijna niet meer mogelijk. Ja.
Uiteraard, in het universum is alles mogelijk. Dus het wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar de waarschijnlijkheid ertoe is heel erg klein. Hij zegt, hij heeft toen aangegeven, en Esra heeft daar nog heel veel op. Ik hoop dat we dat allemaal nog kunnen gaan bespreken. Meer, we hebben meer vragen, ja, hoor. Dus snap ik. Andere vragen ook, dus dat is ook wel... De shift die je zal moeten maken in je belief system. Als jij in het ene pad zit en je ziet nog steeds het andere pad. De shift die je in je belief system zal moeten maken om nog te kunnen zijn en verblijven in die andere realiteit is zo gigantisch groot. Die shift gaan maar heel weinig mensen maken. En ook andersom. Mensen die in deze realiteit zitten en weliswaar deze realiteit zien. Maar feitelijk in deze realiteit zit het puur door een frequentie, zeg maar. De kans dat zij die shift kunnen maken in hun systeem, in frequentie en feitelijk dus eigenlijk in je hele, om in deze realiteit te komen, die wordt na verloop van tijd zo klein, die shift die wordt zo groot, er zijn maar heel weinig mensen die dat nog zullen kunnen gaan doen. Eventjes een beetje zo doen. Focus. Ja, want we zijn weer wazig. Okay. Zijn we wazig? We zijn hartstikke wazig. Ja. Okay. Ik zie het. Ja, nee, mooi meisjes. Wauw, dat moet je doen. Ja. Magic. Okay. Het is magic. Ja, mooie uitleg, Philip. Ja, het is heel duidelijk met de twee schijven. En Sylvia, ik snap natuurlijk ook, hè, dat als je inderdaad dat je zo onderuit gaat en zo emotioneel bent en zo. De vraag is dan op dat moment van, oké, wat heb ik nu nodig op dit moment? Of wat heb ik eigenlijk nodig, maar kan het nu even niet? Hè? Stel, je bent aan het werk. Wat heb ik eigenlijk nodig? En dat te voelen in jezelf en het jezelf gunnen. Het kan niet altijd op elk moment, maar dat je bijvoorbeeld dan 's avonds of 's middags als je thuis bent, om het jezelf dan wel te gunnen, zodat je ook weer... terug kunt in die positieve vibe, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat is even nog een kleine toelichting. Ja. Was die zo een beetje rond? Ja. Ja? Ja, denk okay. Ik wel. Okay. En anders gaat er nog wel meer komen, denk ik. Ja, precies. Ja. Ik heb een vraag van Lydia Kooi en die is ook gelijk van Gerda en Ellie. Dus dank jullie wel. Ik zal hem even oplezen. Ik heb laatst een webinar gehoord waarin werd gesproken over een golf van licht die over de aarde gaat. En dat in de periode daarna kristallen steden gebouwd worden. Die steden komen overal, op land en op water. Kunnen de buitenaardse hier nog iets over vertellen? De golf van licht en de steden. Ik ken het fenomeen zelf niet en volgens mij Philip ook niet. Nee, hè? Dus we gaan kijken wat Joël en Esrael daarover zeggen. Ja? Okay. Ja, ik krijg een heel apart... ik heb zelf iets gezien, een serie op Netflix, Story, hoe heet dat? Storytown? Story? Ik weet niet. Philip is ook even in gesprek. Het ging over magie en zo. En daar kwam dan een soort, of een duistere een vloek. En dan kwam er een soort golf van energie ook over het dorp. En dan was het hele dorp onder de invloed van die spreuk, van die magie. En daar wordt hij dus, op deze manier wil Joël me duidelijk maken dat er dus een soort energiegolf dus over de aarde heen zal gaan. Waardoor er dus, waardoor alles zal veranderen. Alsof een soort magie waarin de mensen in één keer zoiets hebben van, oh, ik krijg in één keer een heel mooi idee en ik ga dit doen en ik ga dat doen en ik ga
Dus alle creativiteit en ja, wellicht hele nieuwe dorpen of hele nieuwe steden gebouwd gaan worden. Wat ik zo voel met hele nieuwe technieken. Veel helderder, doordacht en veel slimmer, veel effectiever. Dat is een beetje hoe Duval het mij probeert uit te leggen. En ik voel dat hij niet helemaal rond is. Maar dat kan ook komen omdat het, ja, het zit niet echt in mijn systeem. Dus ze kunnen, ja, Joël kan het niet echt helemaal goed aan me uitleggen. Zoiets. Hè? Het werkt altijd op die manier. Ze halen beelden in je op of herinneringen. En daar, aan de hand daarvan willen ze je uitleggen wat zij bedoelen met hun energie door je iets te willen vertellen. Punt. Israël. Wat heeft Israël te zeggen hierover? Hmm. Nou, die haakt eigenlijk in op jouw verhaal om eigenlijk om als starter te geven van dat niet de vorm is. Zoals je hem beschreef, zeg maar, uit die serie. Ja. Verwacht niet dat er een golf komt en dat je de dag daarna je ogen open doet. En dat dan de wereld, dat je leeft in een wereld van kristal. Nee. Dus dit zijn dingen die gebeuren op Netflix. Ja, nee. Maar zo bedoelde die ook. Nee, maar ik denk dat hij hem juist aanhaalt om als beeld te geven van dat die verwachting je niet zou moeten doen. Wat Israël me laat zien van wat feitelijk aan de gang is, ja, is dat ons hele stelsel, dus niet alleen deze planeet Aarde, zeg maar eigenlijk ons hele zonnestelsel, is in een nieuwe fase aan het komen van licht. We komen in een compleet nieuw tijdperk. En feitelijk komen we in een gebied met heel veel kosmisch licht, ander kosmisch licht. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we gaan heel langzaam de kosmische lente in. En er komt nog een kosmische zomer aan. En er komt nog een hele kosmische nazomer aan. En dat gaat duizenden jaren duren. Net zo goed dus dat we duizenden jaren, als het ware, in een kosmische herfst en winter hebben gezeten. Een lange vakantie, zoals Jan al zei. En dit is feitelijk die golf van licht die van alles gaat veranderen in de realiteit. En wat hij me liet zien is, ja, er gaat zeker heel veel veranderen in de manier waarop gekeken gaat worden naar ecosystemen. Waarin de mens leeft in combinatie met de natuur. En alles wat gemaakt zal gaan worden, gaat veel meer naar hoogvibrerende materialen, zoals bijvoorbeeld kristallen. En dat wil nog steeds niet zeggen dat alle huizen zullen worden gemaakt van kristallen, zeg maar, die als het ware gevonden worden in mijnen, zeg maar, in de. Maar hij liet zien van er gaan compleet nieuwe technologieën komen, of die zijn er eigenlijk al, waarmee dingen gekristalliseerd gaan worden. En hij pakte als referentie voor degene die weten bijvoorbeeld hoe de Sasani-schepen worden gecreëerd, die worden gekristalliseerd. Hun schepen lijken metaal, maar het is een soort combinatie van metaal met kristal. En die combinatie maakt dat het en supergeleidend is en hoog vibrerend, hele hoge frequenties kan creëren, zeg maar, kan huisvesten. En zij groeien hun schepen, zeg maar. En dat is wat Israël me wel liet zien, dat in de toekomst zullen huizen als het ware op die manier ook gecreëerd worden. Net als dat zij hun schepen zo maken. En zoals hun schepen als het ware een verlengstuk zijn van hun hogere zelf. En eigenlijk gewoon bewustzijn hebben. Intelligentie, eigen intelligentie hebben. Zo zullen ook onze huizen als het ware dergelijke vormen van eigenlijk verlengstukken zijn van onszelf. Maar dan worden je communiceert feitelijk met je hogere zelf. Met je hogere zelf. En met je huis.
En zo zullen wij ook in de toekomst wellicht ook onze eigen schepen gaan. Dit is niet iets wat van de ene dag op de andere dag gaat plaatsvinden. Dit is een proces van. Ik kan wel eens vragen over welke tijdframe we nu praten. Een momentje. Oké, en ze heeft het over van 300 tot 500 jaar. Let op, hè. Dus ik vraag aan hem, zo lang? En hij geeft aan, jullie zijn op dit moment aan het instappen op de realiteit van de vierde dichtheid. Hij zegt, op het moment dat jullie redelijkerwijs op driekwart in dat proces van de vierde. De dichtheid gaat echt puur over frequenties. Hè? Dus dan zitten wij. Ik zal eens kijken of ik daar nog meer concreet over. Hij geeft aan dat de komende paar honderd jaar zal de mens groeien in een frequentie. Ik zal er nog meer over uitleggen over wat die frequentie dan eigenlijk is. Maar in een frequentie tussen de 250 en. Uiteindelijk naar 300. En hij zegt dat zal 300 tot 500 jaar duren. En dan. Wacht even. Ja. En hij zegt: dan zitten jullie feitelijk op de frequentie van de Sasani. En nou zit ik te denken: ja, volgens mij lopen de Sasani ook 300 tot 500 jaar voor op onze realiteit. Dus dat is gewoon de tijd die nodig is. Om die frequentie te pakken. Nou, wat is nou die frequentie? Als je zou, die vraag die is vaak gesteld, van wat is nu de gemiddelde frequentie van de mens? De gemiddelde frequentie, de frequentie van de gemiddelde mens op aarde ligt op dit moment zo ergens tussen de 60 en 70 kilohertz. Mensen die veel bezig zijn met bewustzijn. Mensen die veel bezig zijn met het werken met bijvoorbeeld stargates of met die aanwezig zijn in portals. Wordt aangegeven in natuurlijke portals. Oké, er worden nog een x-aantal voorbeelden gegeven. Mensen die bijvoorbeeld in contact zijn, in dichter contact zijn met wezens vanuit andere beschavingen. Over het algemeen zijn die mensen hoger in frequentie en dat kan oplopen tot aan 120 tot 140, soms zelfs 150 kilohertz. Er is dus nog een weg te gaan naar die 250 kilohertz. Ter referentie, de Sasani-beschaving zit tussen de 250 en de 300 kilohertz. En we praten hier over een frequentie aangaande bewustzijn. Dit is niet een frequentie waarvan je kan zeggen, oh, dit is een geluidsfrequentie of dit is een lichtfrequentie. Dit is een frequentie van bewustzijn. Dus dit is een heel spectrum van frequenties. Dus eigenlijk. Israël doet een suggestie voor de meditatie voor zo straks. Oh, de Stargate meditatie. Ja, dat dacht ik al dat zoiets zou komen. Ja. Dus er wordt bedankt voor deze vraag. Er is over deze frequenties nog een hoop te vertellen. Zeg maar nog veel belangrijker is dat je ze gaat voelen en gaat ankeren. Met name in relatie met de vorige vraag.
Soms zul je je down kunnen voelen nog van tijd tot tijd. En hij geeft aan, het is belangrijk dat je voor jezelf ankers gaat maken, zodat je als het ware jezelf kunt terugtrekken uit die staat van zijn, maar dat je je kunt herinneren door middel van een anker, die hogere frequenties. Als je eenmaal in die hogere staat zit, is het veel makkelijker om andere realiteiten of om dingen te zien die niet je voorkeur hebben, zonder dat je je eraan aan hecht, zonder dat je erop inhaakt, als het ware. Wat daar dus voor belangrijk is, want dat is namelijk hetzelfde mechaniek, de reden dat je erop kunt inhaken is omdat je die frequenties namelijk kent, omdat je ooit in die situatie hebt gezeten en omdat je je erin inhaakt, trek je je mee naar die lagere frequenties. Als je je ankers maakt op die hoge frequentie, kun je je op dezelfde manier ook inhaken op een veel hogere frequentie. Dus op het moment dat je in contact komt met dingen die je niet zo heel erg prettig vindt, kun je je ook met behulp van het inhaken op een hogere frequentie, je juist die andere kant op bewegen. Alright. Oké. Okay. Is daar op dit moment voldoende over gedeeld? Ik denk het wel. Ja? Ja. Yes. Ja. Dan gaan we even naar Stefan. Hallo Stefan, jij had de volgende vraag. Hoe maak ik contact met mezelf? Hoe maak ik contact met mezelf? Ik ga gewoon even invoelen, Stefan. Samen met Joël. Als ik me op je afstem, Stefan, dan krijg ik het gevoel van dat je de ene keer in je hoofd zit en dan weer in je hart. En dat je dan daardoor in de war raakt. En dat je dan denkt, ja, wat is nou waar? Wie ben ik nou eigenlijk? Dus dat daar een steeds een continue beweging in zit. Hoe maak je contact met jezelf? En dat is dan jouw vraag. Wat ik dan zie is als je een spontane reactie ergens op krijgt. He, dus je bent ergens en je bent helemaal ergens naar aan het kijken. En dan ene keer merk je dat je heel erg blij wordt, bijvoorbeeld. Dit is zo'n spontane reactie, dat is wie je bent. Dit is het begin, zeggen ze, waarop je kunt gaan focussen. Van hey, ik was zo daar aanwezig en ik had helemaal niet in de gaten wat ik daarover dacht of wat dan ook. En in één keer merk ik van, ik moet daarom lachen. Of ik word daar in één keer heel blij van wat ik daar zie gebeuren. Dus zo kun je dus gaan zien wie jij bent. Dat is het begin. En dat zijn de eerste bouwstenen. En van daaruit kun je dus steeds meer gaan ontdekken van jezelf. Dus steeds diepere lagen. Als dat is wat je bedoelt met in contact komen met jezelf, dan is dit het antwoord van Joël. Ik weet niet of SRL daar nog een toevoeging op heeft. Dit is op zich wel een hele mooie. Eigenlijk alles bij waar je echt je passie voelt of echt je authenticiteit. Ja, die gaat ook nog komen. De triple E zit in deze vraag 100% verwerkt. Ja. Dus die kunnen we zo meteen nog. Maar wat is wel maar niet zien? Op het moment dat jij echt in je passie zit, in je, wat zij dan noemen, excitement, zeg maar. Op het moment dat je, dat is een pure expressie van je diepste kern. Hè? Op het moment dat je iets ziet en je hele hart gaat open, dat is een expressie van je diepste kern. Israël geeft ook aan de vraag hoeveel je eigenlijk moet omdraaien. Want je kunt jezelf eigenlijk nooit niet zijn. Nooit niet zijn. Je bent per definitie altijd jezelf. Het enige wat je kunt doen is een lagen eromheen maken, waardoor je als het ware van jezelf
het bewustzijn wat je hebt hier in deze realiteit, die kan je met zoveel lagen omkleden, dat je jezelf bijna niet meer kunt voelen of kunt waarnemen. Maar per definitie kun je jezelf nooit kwijtraken. Je kunt jezelf niet verliezen. Mm-hmm. Nou, dus werken met je passie, werken datgene te gaan doen wat je echt super excited maakt, dat is je werken vanuit je kern. Iedere keer op het moment dat je merkt dat je je excitement kwijtraakt, zit je in een laag. En het is de kunst om naar die laag te kunnen kijken van, goh, wat geloof ik nu over mezelf? Dat ik moet doen, of wat ik niet mag doen, of wat ik, nou, whatever. Waardoor ik mijn passie niet meer kan voelen, waardoor ik mijn excitement niet meer kan voelen. Waaraan moet ik van mezelf voldoen? Waardoor ik eigenlijk mezelf niet meer goed kan voelen. Dus het is niet de vraag van hoe kom je bij jezelf. De vraag is eerder van hoe komt het dat je bij jezelf vandaan gaat. En dat is een hele andere vraag. En die vraag die wordt veel concreter. Want die kun je doen op het moment dat het gebeurt. Een andere ding wat je zou kunnen doen is wat hij liet zien is. Ga eens werken met een spiegel. Ga voor een spiegel zitten. Of staan of whatever. En ga jezelf in de ogen kijken. En Niet 1-2 seconden en niet naar de rimpels of naar de haren of alleen naar de ogen. En gun jezelf de gelegenheid, de tijd om jezelf werkelijk te kunnen zien. Er komt op een gegeven moment een shift in je systeem, je voelt hem. Het is een moment waardoor je als het ware voorbij al die lagen waarin je jezelf hebt gedefinieerd van wie je bent en hoe je denkt, wat je gelooft, wat je kan en wat je mag en hoe je je gedraagt en in welke omgevingen je op bepaalde manieren moet gedragen. En al die lagen zeg maar, die te maken hebben met je fysieke realiteit, die shift in één keer allemaal aan de kant. Op het moment dat je met de spiegel op die manier in je eigen ziel kijkt. Waar heeft het nu allemaal mee te maken? Het heeft allemaal te maken met die grote transformatie waar Israël het al 7, 8 jaar over heeft. En hij heeft altijd gezegd vanaf het allereerste begin, het hele proces waar de mensheid doorheen gaat in de komende decennia, zijn de triple E. En de één is je authenticiteit. Wat is jouw authentieke zelf? Wie ben je in de kern? En voorbij al die lagen waarin je jezelf hebt gedefinieerd van wie je bent. Maar echt de pure kern. En die ene pure kern die is volledig te ervaren. Ja, eigenlijk vanuit je volledige passie, je volledige missie. Waar was je als kind toen je nog helemaal nog niet wist of geen idee had van wie je was? Wat deed je als kind? Waar ging je voor? Zonder na te denken, wat deed je gewoon? Waar ging die passie naartoe? Dus die eerste A, dat is je authenticiteit, je authentieke zelf. Mensen gaan hun authentieke zelf weer terugvinden. Dus daarvan waar dat stuk waar mensen altijd zijn gedefinieerd van wat is normaal, wat zijn normale mensen, waaraan voldoen normale mensen, gaat de mens nu juist ontdekken van, maar wat maakt mij nu uniek? Wat is nou echt authentiek aan mijzelf en wat is gemaakt. Wat heb ik van mezelf gemaakt? En dan kom je tot het verschil tussen persoonlijkheid. Wie ben ik als individu, als individuele ziel? En wat heb ik van mezelf gemaakt in mijn persoonlijkheid? De tweede A gaat over autoriteit. Wat is mijn waarheid? We hebben de neiging in onze realiteit om te kijken naar autoriteit. En als een autoriteit iets zegt, of als een autoriteit iets, dan is dat waar. Met andere woorden, heel veel van onze waarheden zijn niet zozeer waarheden die we zelf hebben gevoeld en hebben doorleefd en gekauwd en gevoeld van dat klopt, die klopt voor mij. We zijn eigenlijk getraind en geleerd om te luisteren naar autoriteiten en wat de waarheden van die personen zijn, dat zijn onze waarheden geworden. We zitten in een fase waarin we volledig mogen gaan voelen wat onze waarheden nou werkelijk zijn. Welke waarheden zijn voor mij en welke waarheden zijn aangenomen, zijn niet voor mij. Met andere woorden, wij worden eigenlijk weer onze eigen autoriteit. We worden onze eigen meester.
En die derde A, die gaat over autonomie. Nou, we hebben natuurlijk van alles te maken over, over het kunnen expressie geven aan onze, in onze eigen autonomie. Als je eenmaal weet wie je bent en wat jouw waarheid is en wat je wil leven, wat je uit wil dragen in de wereld, dan heb je autonomie nodig om dat te kunnen doen. De vrije wil expressie te kunnen geven in je, in je, in je realiteit. En in hoeverre, het is een free will universe. Feitelijk is niemand tegen te houden in expressie te geven in vrije wil. Anders dan door de illusie van allerlei regels en consequenties van regels. We gaan zo meteen een tijd krijgen waarin we gaan weten wie we helemaal zijn vanuit onze kern kunnen gaan leven. Onze eigen waarheden gaan leven. En ook onze vrije wil gaan beleven. En dan komen we in hele interessante vraagstukken over als ik nu mijn eigen regels zou mogen maken en niet meer zou hoeven te leven naar de regels van anderen. Hoe zou mijn wereld er dan uitzien? En in hoeverre kan ik mijn eigen zelf expressie geven zonder daarin de integriteit van iemand anders of het andere te schaden? En met het andere zou je bijvoorbeeld kunnen denken naar de planeet. Kan ik expressie geven aan degene wie ik ben zonder dat dat een nadelig consequent zou kunnen hebben voor de planeet of voor anderen? Met andere woorden, zelfs al zouden we geen regels hebben en zou je volledig in een free will universe kunnen leven, ga er eens over nadenken. Dit is een heel groot proces waar we met elkaar ingaan. Als wij onze complete regelgeving opnieuw zouden gaan definiëren. Wat voor soort samenleving zouden we dan met elkaar gaan creëren? Leven vanuit je passie. Yes. Oké. Dank je. We mogen nou even de koppen bij elkaar steken. Nee? Ja, wij. Kom eens even heel dicht bij me. Even kijken. Kijk, nou worden we weer een beetje zichtbaar, zie je? Oh, wij waren zo slecht zichtbaar. We waren heel slecht zichtbaar. Ja. Zo? Dus, het is de Stargate, die maakt alles. Zorgt dat we in een soort van mist komen, mysterieus iets. Ja. Ja. Je zakt ook een beetje weg bij mij zo en dan, ja. Zakte ik weg? Ja, dus daar moeten we even de kopjes bij. Excuse me. Nee, dat gaat zo als je in een andere wereld bent. Ja. Ja. Dus dan doen we even de kopjes bij elkaar en dan zijn we er weer. Yes. Helemaal goed. Oké, even kijken. Even checken. Ah, bedankt, zegt Stefan. Helemaal top. Nou, ik vind het echt een super interessante vraag die er als laatst bij kwam. Van als wij in een wereld zouden leven zonder regels. Zonder regels? Een free will universe heeft feitelijk geen regel, heeft eigenlijk maar één regel. Dat is dat het een free will universe is. Ja. Maar hoe zouden we dan? Hoe gaan we dan? Ja. Yeah. Het is een goeie om even over na te denken, denk ik. Ja. Ja. Vind ik het mooi om over om zelf eens goed voor te gaan. Gaan zitten. Nou, misschien willen jullie dat ook gaan doen. Eens kijken wat eruit komt bij jezelf. Hoe dat eruit ziet. Wat kom je tegen in je hoofd? Zo van, schrik of, ja. Ja, maar ook gewoon, ja, we doen nu toch ook heel veel dingen. Omdat we er een belang bij hebben. En je zult dan in een realiteit komen waarin je ook heel goed moet in kunnen voelen. Wat het betekent voor een ander, voor het collectief eigenlijk. Hè? Ja, precies. Alles bij elkaar. Ja. En het collectief inclusief de planeet. Zeg maar inclusief. Je gaat op een hele andere manier, denk ik. Ja, dat is een leuke. Hier ga ik nog eens heerlijk op zitten. Ja, zeker. Goed, we gaan even verder met andere vragen nog. Joy. Hoi Joy.
Ik lees hem even op, zodat Philip ook het binnenkrijgt. Ik zou graag werken met jongeren, middelbare scholieren die zich niet thuis voelen in de structuur van school door hun andere manier van denken en leren. Moet ik daarvoor iets ondernemen of komt dat vanzelf op mijn pad? Kunnen de IT's iets daarover zeggen? Nou, heel mooi streven, Joy. We gaan even kijken. Wat ik krijg te zien, Joy, is, en dat klinkt heel raar misschien, maar door eerst de jongeren te gaan observeren. Dat kan op een terrasje zijn. Waar je ze tegenkomt, in ieder geval. Belangrijk om je daarin voor te bereiden. Het is een soort voorbereiding van hoe praten ze met elkaar? Wat leeft er in hun... Want de anderen, de middelbare scholier die dus anders denken op school en dus niet in die structuur thuis horen van school, je moet dus weten hoe de yin en de yang daarin zijn. Dus de gewone jongeren die je buiten tegenkomt, terrasjes tegenkomt, maakt niet uit. Ga eens kijken hoe verhouden zij zich tot elkaar en hoe is dat voor jongeren die daar dus ja, toch heel anders in staan als het ware. Want die zullen ook zich anders gedragen als je anders denkt en voelt. Gedraag je je ook meestal naar of je bent helemaal op slot. Dus dat is één ding als voorbereiding. En ik krijg ook wel te horen dat er een soort aantrekkingskracht komt voor jou, dat jongeren ook naar jou toe trekken. Dat ze voelen, dat ze iets voelen bij jou zo van, hé, jij begrijpt mij. Jij begrijpt mij. Ja. Ook vanuit je eigen verleden, hè? Dit kan ik wel even zo algemeen zeggen, van, hé, dat je je ook anders hebt gevoeld als anderen. Dus je begrijpt hun isolatiestuk daarin ook. Oké, dit zijn twee dingetjes die doorkomen. Bij Filip kwam er al heel snel iets binnen. We hebben nog wat vraagjes. Dus. Nou, in zijn algemeenheid, op het moment dat je voelt dat ergens je passie, je verlangen naartoe gaat, zeg maar. Het idee dat het daarmee voldoende is en dat het dan allemaal automatisch gebeurt. Zo werkt hij niet in een fysieke realiteit. In een fysieke realiteit zul je dingen moeten doen, zul je actie moeten ondernemen. En ik neem aan dat je vraag is van wat zou ik kunnen doen, niet zozeer de vraag van of je dan wat zou moeten doen. Maar wat zou je er dan mee kunnen doen? En dan klopt het wel, wat Ezra al zei, want dat was ook het eerste wat ik eigenlijk zag, is de eerste fase is feitelijk gaan intunen bij jezelf. Wat je zou kunnen brengen. Dus met andere woorden, ga kijken of datgene. Wat je voelt van, ik zou iets willen gaan doen. Kijk of je die iets concreter kan gaan maken. Maar wat zou ik als unieke Joy kunnen brengen voor aan de jongeren? En daarmee zou ik inderdaad gaan onderzoeken. Van, is dit ook iets wat resoneert op de groep aan wie je dat zou willen gaan aanbieden? En dus ga... Ga observeren. En dus eventueel in gesprek met. Dus mm-hmm. Ga eerst. Want ook dit is iets doen. Hè? Ook dit is action, zeg maar. Dat is mooi wat die zal zeggen. Want action is the language of physical reality. Je zult dingen moeten gaan gronden. En het idee dat het allemaal vanzelf
komt omdat er over is nagedacht of omdat er dus op is gemediteerd of omdat het... nee, je zult actie moeten doen, zeg maar, om als het ware die energie die je voelt een gronding te geven. Ja, dus dit zou een eerste stap kunnen zijn voor jezelf om er in je eigen systeem meer, ja, letterlijk meer body aan te gaan geven. Ook wat Joël zei, er zit de potentie in dat de jongeren zich ook bij jou gaan herkennen en dus naar je toe trekken. Maar dan zullen die jongeren moeten weten dat je dit aanbiedt, dat je dit in de wereld wil zetten, zeg maar. Dus je zult het op een gegeven moment ook naar buiten moeten brengen, ook expressie moeten geven, zodat erop geresoneerd kan gaan worden. Dus ja, je kunt zeker dingen doen. Ook al lijkt het misschien nu nog niet de timing om als het ware het daadwerkelijk in de wereld te gaan zetten. Het is juist die voorbereiding en het geldt, we beantwoorden de vraag nu voor Joy, maar feitelijk geldt het voor heel veel mensen. Want ik denk dat heel veel mensen voelen van, goh, die nieuwe wereld, ik wil dit gaan doen, ik wil dat gaan doen, ik wil... Maar hoe dan? En ja. Hoe dan? En ja, maar die wereld is er nog niet. Nee, maar ga je voorbereiden. Want juist door er op die manier mee bezig te zijn, trek je feitelijk die energie. Je trekt die wereld als het ware naar je toe. Dus je gaat eigenlijk al in de vibratie zitten van de wereld waarin je wil gaan leven, waarin je wil gaan acteren, zeg maar. Act, zeg maar, wil gaan werken. Dus ga ermee aan de slag. Ga er niet afwachten. Maar ga ermee aan de slag. Ga ermee aan het werk. Ja, absoluut. Mooi. Thanks. Fijn. Kun je weer een stapje zetten, John? Yes. Leuk. Ja. Even kijken. En vraag maar begeleiding in... in downloads. Ik voel dat er een aantal wetens hierachter heel blij zijn met wat er naar aanleiding van deze deling gebeurt bij verschillende mensen in de groep. En vraag maar begeleiding in inspiratie, in downloads, ideeën, dromen. Ja? Vergeet het niet te vragen. Want ook al heb je het idee van, joh, ja, maar goed, ik heb niet zoveel contact met buitenaardse nog, of ik heb niet zoveel contact, al vraag het maar aan je eigen hogere zelf. Open je eigen kanalen, dat is eigenlijk de vraag. Open je eigen kanalen, heb vertrouwen in je eigen kanalen. Okay, thanks. Mooie suggestie. Vooral eerst observeren, spreken aan. Goed idee om inspiratie te vragen via downloads. Ja, super, leuk. Hou ons op de hoogte, Joy. Ja, ik scroll heel eventjes terug. Kunnen helaas niet alle vragen meer beantwoorden. Even checken hoor. Een vraag. Marcel, die vraagt zich af of er een dag komt dat ze zich helemaal openbaar aan de hele mensheid laten zien. En of dat in mensentijd nog erg lang duurt. Nou, volgens Bashar, dat is een Bashar wordt gechanneld. Hè? Bashar is een ET. Die wordt gechanneld al 30 jaar door Daryl Enka. En Bashar heeft dus aangegeven tussen 2023 en 25 ongeveer, was het, hè? Nou, de tijdperiode, zeg maar, die fluctueert, ja. Nogal eens. En dat heeft alles te maken met wat er in ons collectief gebeurt. Het open contact waarnaar wordt gerefereerd. Dit is wat zij verstaan onder open contact. Hè? Het echt landen en het contact maken met mensen. Ja. Het interessante is wat Ezreal direct zei op
op de vraag. Is, wacht maar over een jaar, dan vinden jullie de normaalste zaak van de wereld dat er schepen door jullie in luchtruim gaan. Daar waar het nu nog een kleine groep is die het heel bijzonder vindt, zal dat dadelijk als het ware. En hij praat eigenlijk al over eind volgend jaar. Dat de, het merendeel van de mensen het normaalste zaak van de wereld vinden dat, dat er schepen door het luchtruim gaan. En niet zo hoog als dat ze nu gaan, maar zelfs veel lager, zichtbaarder worden in, ja, het, in het luchtruim. Dit is, maar dat is nog geen open contact. Dat, nee, is, dat is meer dat hun aanwezigheid in onze realiteit normaler zijn, is geworden. Maar het is een hele belangrijke fase in, het, in de weg naar het open contact. Israël blijft, zo grappig, hij laat een soort tijdlijn zien. En hij, ik, het beeld wat ik krijg is, hij blijft een beetje hangen rondom 2025. Maar hij beweegt ook. Ik bedoel, het is niet fixed dat getal, zeg maar. Dus het, het, het zit er een beetje voor, het zit er een beetje na. En hij geeft ook aan, er zijn geen hele harde voorspellingen te geven, want het is voor persoon tot persoon verschillend. Is ook zo, ja. Want mocht er vanavond mensen bij zitten, ik verwacht het niet en hij geeft dat ook niet, maar hij geeft het meer als voorbeeld. Stel dat er een persoon zou zijn die kiest voor een hele andere tijdlijn, voor die persoon zullen er hele andere, er zijn zelfs personen in tijdlijnen die nooit dit contact zullen gaan meemaken in hun leven. Dus ik kan vragen, hoe zit het voor mensen in deze groep? Oké, dit is misschien heel moeilijk te begrijpen. Maar hij zegt, er zijn mensen die ze gaan zien inderdaad in 2025. Er zullen mensen die gaan ze zien in 2027. En er zijn de mensen die gaan ze pas zien in 2029. Het lastige van dit is, maar dat gaat veel te ver om dat nu nog allemaal uit te leggen. Maar daar waar wij denken dat we met z'n allen in één tijdlijn zitten. Ja, dat wordt lastig, ja. Ja. Maar terug naar de vraag, gaan we ze in dit leven nog zien? Ja, of de hele mensheid. Dat proef ik een beetje uit de vraag van Marcel. Van, hè? Hij vraagt zich af of ze zich helemaal openbaar maken aan de hele mensheid. Ja, dus dat, tenminste, zo voel ik hem, dat iedereen zo weet van, ja, ze bestaan gewoon. Dus dat is een andere vraag dan van, kom ik nog in contact of ga ik ze echt ontmoeten? Ja. Ik heb wel het gevoel dat iedereen ervan zal weten. Maar of je echt iedereen ook dat heel snel dat contact zal hebben? Nee. Dat is een heel raar voorbeeld misschien. Maar hij zegt, net zo goed als dat het bijna iedereen in de wereld weet dat olifanten bestaan. Niet iedereen zal een olifant daadwerkelijk gezien hebben. En het is misschien een heel raar idee, maar niet iedereen zal per se individueel contact meemaken met buitenaardsen. Dat wil niet zeggen dat je niet weet dat ze bestaan. Dat wil ook niet zeggen dat je niet weet dat de contacten die er zijn geweest een bepaald voordeel hebben gebracht in jouw leven. Om maar aan te geven dat er zal heel veel veranderen op de wereld als gevolg van het open contact. En die veranderingen zal de hele wereld gaan merken van de mensen die in die tijdlijn zitten. Ik wil niet zeggen dat iedereen per se met alle beschavingen contact zal ervaren. Ik vraag eventjes wat Israël dan bedoelt met 2025, 2027, 2029.
Het interessante is, ik krijg vooral een focus te voelen op de hybride beschavingen. Dus ik vraag ook van, hoe zit het dan met de beschaving van Sirius en de beschaving van bijvoorbeeld Pleiade of andere beschavingen uit het Lyra-stelsel. En, hij geeft daar heel weinig info over, omdat hij zegt eigenlijk een beetje van, dit is aan de federatie om daar nog besluiten over te nemen. En hij gaat daar niks over zeggen in ieder geval. Wat een hele boeiende is. En ja, toeval bestaat natuurlijk niet. Er is vandaag een post gedaan op Humanity One over precursors. Hij laat zien dat er de komende jaren een enorme toename zal zijn. Hij geeft al aan, vanaf begin volgend jaar zal er een toename zijn van het aantal precursors op deze planeet. Op deze versie van de planeet. Ja. En precursors, dat zijn feitelijk buitenaardse, noem het maar, kwartiermakers, voorlopers. Die je kunt tegenkomen gewoon in de stad, bewijzen van. Je zult ze waarnemen als mensen. Je zult ze niet waarnemen als een buitenaardje. Je zult ze echt waarnemen als mensen. Maar je zult wel merken dat er iets anders is dan noem het maar, als een regular. Als een gewoon persoon, zeg maar. Er is iets in de ogen, er is iets in de frequentie. Er gebeurt ook iets in je eigen systeem. En je weet gewoon van, er is wat, je weet niet wat er is, maar je weet wel dat er wat is. Ze zijn ook echt anders, hè? Ze reageren ze anders. Heel anders als... Ja. Ze gedragen zich ook niet als een standaard mens. Nee, dat wou ik zeggen, ja. Ja. We hebben er namelijk eentje gezien, dus we weten een beetje wat dat... En je vergeet de encounter, je kent hem niet of je kent haar niet. Maar de ontmoeting, al is je maar 2 of 3 seconden, die vergeet je ook niet meer. Nee. En Israël geeft aan, er zal de komende jaren een enorme toename zijn van deze precursors als voorbereiding op het open contact. En die precursors die doen verschillende dingen. De enerzijds doen ze activeren. Ze doen ook gewoon... Observeren doen ze heel veel. Maar ze doen ook gewoon taken, zeg maar. Ze doen ook gewoon dingen als portalwerk. Soms moeten ze in een bepaalde plek een energetische doorgang maken, vrijgang maken en dat kan ook gewoon bij personen zijn, dat bepaalde personen op een bepaalde manier een activatie krijgen, waarvan ze weten van het effect daarvan op de omgeving wordt groot. Het kan zijn dat er informatie gebracht wordt. Ze hebben allerlei taken in de voorbereiding op dit open contact. En tot op heden... is hun aantal op de aarde relatief beperkt gebleven. Geweest. Hun takenpakket wordt aangegeven, gaat ook veranderen. Tot op heden zijn ze ook veel bezig geweest met het voorbereiden van locaties waarop de eerste hybride contingenten, als het ware, field trips doen, zeg maar. Dus er zijn groepen hybride kinderen, zeg maar, die van tijd tot tijd
nou, een bepaalde tijd, een beperkte, een korte tijd op aarde zijn om te kijken van hoe dat hier werkt, hoe de atmosfeer is, hoe überhaupt gewoon hoe zwaartekracht hier werkt, hoe de zuurstof hier voelt, hoe... Ja. Dat is allemaal wel heel nieuw. Hoe de energieën hier zijn op deze planeet, zeg maar. En het is groepen hybride kinderen zijn in die zin, ja, af en toe op, noem het maar, excursie, zeg maar. En dat vindt plaats op heel specifiek geselecteerde locaties. Daarin hebben in het verleden de precursors een hele belangrijke rol gespeeld in het selecteren van die locaties. Maar precursors gaan er meer komen, maar ze krijgen ook iets andere rollen, als ik dit zo goed begrijp. Veel meer gericht op het voorbereiden van mensen, anders dan het voorbereiden van de groepen van de hybride kinderen, zeg maar. Nu veel meer het werk richting de mens, zeg maar. Dus vanaf komend jaar zal de kans op encounters aanzienlijk toenemen. Voor de mensen die er klaar voor zijn, zeg maar. En die er ook... Ja. Die een soortgelijke frequentie in zich dragen. Het heeft ook te maken met het contract van mensen. Het contract, gewoon natuurlijk, het thema, de blueprint van personen, van waarvoor heb je gekozen om deze planeet te zijn in deze tijd? Ja, precursors hebben een fysiek lichaam, Margriet, dat klopt. Exact, ze hebben een fysiek lichaam. Ja. Ja. Het kan zijn. Want die krijg ik ook te zien. Er zijn verschillende soorten precursors. Maar het lijkt erop alsof het precursors zijn die... laat ik aan de andere kant beginnen. Er zijn precursors die komen gewoon van de schepen. Die komen op aarde. En die neem je waar als gewoon... Gewoon mens, maar je voelt gewoon, dit is niet een gewoon mens, zeg maar. Maar dat is omdat er op dat moment een soort verandering wordt gebracht in jouw perceptie van de persoon. Maar het voelt ook alsof er precursors op aarde zijn. Waarvan je bijna zou kunnen zeggen, dit zijn feitelijk geboren mensen, zeg maar. Maar het voelt alsof die een activatie hebben gekregen en zich... Maar wat feitelijk een op aarde geboren IT is, zeg maar. Het voelt namelijk alsof we over twee verschillende soorten... Precursors aan het praten zijn hier. Vandaar dat misschien ook dat ik nu ook begrijp dat die rol anders is. Die eerste precursors die van die schepen kwamen, die waren heel erg bezig voor... Goh, wat zijn geschikte plekken voor de kinderen van de schepen? En dit voelt als een groep die als het ware opstaat of wakker wordt of geactiveerd, I don't know. Die echt bezig gaan met de mensen om zich voor te gaan bereiden op dit contact. Heel moeilijk, maar een mooie vraag. Zijn dit fysieke wezens? Het zijn fysieke wezens, ja. Allebei. Ja. Grappig. Het is 9 uur, dus we zijn al 1,5 uur bezig. Het lijkt me een heel mooi moment om even een kleine pauze in te lassen. En na de pauze dan gaan we met jullie een Stargate-meditatie doen. En... zo te voelen gaat daar ook wel weer iets bijzonders gebeuren. En dat zullen jullie ook gaan voelen. Het veld zullen jullie gaan voelen. En in die meditatie kun je dus ook een vraag leggen en kijken of daar antwoord op komt. Dus intern dat er een antwoord komt. Maar je kunt ook vragen om heling op bepaalde stukken van jezelf. Dus dat gaan we ook aangeven. Maar we gaan eerst even een mooi filmpje kijken. En hoe lang duurt dat filmpje, Filip? Weet jij dat?
7 of 8 minuutjes. Dus we doen even een korte break en dan na het filmpje dan zien we jullie heel graag terug. Yes. Tot zo. Tot zo. Yes. We zijn er weer. Net op tijd. Precies op tijd. Precies op tijd. Helemaal goed. Nou, we hopen dat jullie ook allemaal weer zijn en... prachtige vragen daarnet en ja, helaas geen tijd om alle vragen te beantwoorden. Maar goed, hou ze even in je hart en wellicht krijg je nog een antwoord tijdens onze Stargate meditatie. Die we nu gaan doen, samen met Israël en Philip. En ik zal jullie begeleiden, zeg maar, in het beginstuk. Dus ik zou je willen vragen om weer lekker te gaan zitten en je ogen te sluiten. Zodat je weer helemaal lekker in het hier en nu aanwezig kunt zijn. Bij jezelf. En misschien weer even lekker heel diep in- en uitademen. Voel hoe je gedachten je eigenlijk ondersteunen om steeds meer dieper in de ontspanning te komen en dichter bij jezelf. En door je aandacht weer te vestigen op jouw lichaam, die zo prachtig gevuld is met de kosmische energieën en de nieuwe aarde-energieën. Al jouw cellen trillen op die frequenties. En ga dan even met je aandacht naar je eigen hart. En denk aan een mooi moment in je leven waarin je dankbaar was, waarin je blij was, dat alles oké was. Dat moment, haal het even voor je, zie het, waar was je, wie was erbij, wat gebeurde er? En wat vervulde jou zo met dankbaarheid en verwondering en blijheid? Het kan een heel simpel voorbeeld zijn dat je bijvoorbeeld wandelde in een prachtig stukje natuur. En het kan natuurlijk ook iets zijn uit je eigen levenservaring. Een heel mooi moment die je in je hart hebt ingesloten. En laat dit gevoel met je intentie groter worden. Net alsof de muziek zachtjes speelde en nu de knop voluit wordt gezet. En voel, zie, hoor, weet dat al deze fantastische gevoelens van dankbaarheid en liefde, vrijheid, verwondering, vele malen groter worden in jouw beleving. Alsof je hart bijna uit elkaar barst. Laat dat gevoel ook door al je cellen gaan. En vanuit dit gevoel wil ik je graag meenemen op reis door de dimensies heen. Het gebruik van jouw eigen
etherische Stargate. En ik ga je daarbij helpen. En ik wil je vragen om je voor te stellen dat er een Stargate voor jou staat. Of een piramide. Het maakt niet zoveel uit. Maar die is daar voor jou. Is helemaal voor jou alleen. En je ziet daar een ingang. En je stapt naar binnen. En je gaat precies in het midden op de grond zitten. En voel even deze ruimte om jou heen. En voel dan ook even de ruimte boven jou. De perfecte uitlijning van jouw kruin. Met de punt van de piramide of de punt van de Stargate. En dit is dus jouw energetische veld, jouw connectie met de piramide of de Stargate. En die heeft ook een bewustzijn. En vraag nu of jouw Stargate of piramide als het ware zijn kracht wil aanzetten. Zijn energie wil laten voelen aan jou. En vraag dat zelf aan je eigen etherische Stargate of piramide. En kijk, voel, neem maar waar wat er in jou gebeurt en in jouw omgeving. Waar je zit. Misschien kun je het veld voelen om jou heen. Dat het sterker wordt, de energie. En vanuit jouw focus, jouw intentie, kun je nu vragen aan de Stargate of de piramide om je mee te nemen door de dimensies heen. En vraag maar om van de vierde naar de vijfde dimensie te kunnen reizen. Dat er een veld wordt opgebouwd naar de vijfde dimensie. Vraag dan om een veld van energie die matcht met de zesde dimensie. Laat jouw Stargate of piramide het werk doen. Je hoeft niets te doen. Je hoeft alleen maar te vragen. En te relaxen. Te observeren. Te voelen. Te waarnemen. En vraag dan om een energetisch veld aan jouw Stargate of piramide in de zevende dimensie. Vraag maar om een activatie van de energieën van de zevende dimensie. En hier in dit veld van de zevende dimensie mag je jouw lichaam even laten wennen aan deze verhoogde frequenties. Dus geef jouw cellen maar even de toestemming om zich te ontspannen in deze verhoogde frequenties, zodat ze zich kunnen aanpassen. Jouw toestemming, jouw focus op je eigen lichaamscellen, die zorgt ervoor dat dat gewoon kan gebeuren.
En verder hoef je niets te doen. En vanuit dit veld, in de zevende dimensie, kun je vragen om een activatie van het energieveld naar de achtste dimensie. En neem gewoon waar het verschil tussen die zevende en de achtste dimensie. Wat verandert er? Wat kun je voelen? Wat kun je zien? Om tegelijkertijd te blijven ontspannen. En in dit veld van de achtste dimensie kun je vragen aan je stargate of piramide om een activatie van het energieveld naar de negende dimensie. En ook hier voel de verandering. Of staat gewoon toe. Het kan zijn dat je het niet voelt of niet ziet, maar staat gewoon toe. En vanuit de negende dimensie vragen we om een activatie van de energie in het veld van de tiende dimensie. En ook hier kan het zijn dat jouw lichaam reacties geeft. En blijf daar gewoon bij. Stel je lichaam gerust. En het is oké. En vanuit de tiende dimensie vragen we om een activatie van de energie in. Naar de dimensie van de elfde dimensie. Dus we vragen om een activatie naar de elfde dimensie. En adem even diep in. Neem die frequenties van de elfde dimensie. In je, door je ademhaling. En tot slot vraag je aan jouw stargate of piramide om een activatie van het energieveld in de twaalfde dimensie. En hier in dit veld zullen de IT-teams aanwezig zijn. IT-teams van practitioners. Practitioners die ervoor gekozen hebben om met deze IT's te willen samenwerken. En deze IT-teams zullen aanwezig zijn in dit veld van de twaalfde dimensie. En hier kun jij je vraag neerleggen. Een vraag om een antwoord. Een antwoord in gevoel of in beeld of op elke manier die voor jou geschikt is.
Je kunt ook vragen om een healing. Een healing voor bepaalde klachten. Het zij fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Leg ook deze vraag in dit veld neer. En geef je toestemming. Geef je toestemming om een healing te kunnen ontvangen. En vanaf hier zal Philip samen met Israël jullie meenemen op een verdere reis. Margit Israël die doet een suggestie om jullie mee te nemen. In het proces van uitlijning. Clearing, zeg maar, schoonmaken, zuivering, losmaken, maar ook activatie. Voel maar even hoe je langzaam om jezelf heen, als het ware een bubbel kan voelen. Misschien lig je, misschien zit je. Kijk even of je je volledig kunt overgeven aan dit proces. Misschien is het een bekend proces, dat maakt het alleen iets makkelijker. Kijk als het kan of je kunt gaan liggen. En anders kijk of je jezelf kunt voorstellen hoe het voelt om te liggen. En laat je lekker drijven in die energie, in die bubbel. Misschien neem je een waar als een kokon. En kijk of je je volledig kunt ontspannen. Als je je volledig kunt overgeven. Terwijl je misschien merkt dat de energie in de cocon, de energie in die bubbel, langzaam toeneemt. Wellicht voel je dat je allerlei tintelingen krijgt in je lichaam. Misschien begon het bij de voeten. Sta jezelf toe om deze energie, deze frequenties volledig toe te laten in je systeem. Dat al je cellen heerlijk mee resoneren.
Laat je heerlijk dragen door dit energieveld. Misschien dat je zelfs ervaart alsof je los bent van de plek waar je zit of ligt. Misschien kun je zelfs de energie zien in de vorm van een kleur. Ik zie overwegend de prachtige blauwachtige lichten, maar ik zie ook andere kleuren. Nogmaals, geef jezelf maar de toestemming om volledig op te gaan in deze energie. Als je wil, geef maar de toestemming aan jezelf om de frequenties, de energie in deze bobbel verder op te voeren. Je zult misschien niet alleen merken dat het veld sterker wordt, maar dat ook de frequentie hoger wordt. En het misschien ook nog wel lichter wordt in de bubbel. Dit is vind het belangrijk dat je beseft dat je dit mechaniek met je intentie kunt besturen. Dat jij dit proces kunt besturen met je eigen intentie. Dus geef maar aan. De energie, de frequenties nog verder omhoog willen. Of een nog sterker veld wil. Voel maar hoe je dat feitelijk aan kan sturen met je eigen bewustzijn. Dan wordt je gevraagd of je eens kunt experimenteren met het idee om de frequentie zodanig hoog te maken dat je het gevoel hebt dat je niet bent in een bubbel van licht, dat je daar niet in ligt, maar dat je de bubbel wordt. Dat je als het ware één wordt, de energie en jij. Zodanig op elkaar resoneren. Dat het één wordt. Eén groot veld van energie.
Misschien kun je voelen dat alle frequenties die je misschien in je systeem hebt vastgehouden in de afgelopen tijd, hoe die langzaam uit dit veld naar buiten worden gedrukt, naar buiten worden geduwd. Geef me toestemming om die energie weer los te laten. Oude patronen. Voel maar hoe je jezelf helemaal zuivert, schoonmaakt, reinigt. En laat me los. En al die stukken die ooit een functie hebben gehad, die ooit hebben gediend, maar waarvan het nu tijd is om los te laten. In liefde, in dankbaarheid. En voel maar hoe er een nieuwe jij, als het ware, geboren wordt. In dit veld, in dit licht. Langzaam voel je hoe je steeds meer samenvalt met die kern van jou, met die kern, die bron van energie. Er wordt voorgesteld door Israël dat als je wil, met support van de teams, er een activatie kan plaatsvinden, een soort verankering, een soort herinnering. Van codes in je DNA. Als je dat wil, uiteraard, kun je aangeven met je intentie en er zal zo direct een soort transmissie plaatsvinden. Mocht je het gevoel hebben dat er een aanwezigheid is bij je, of dat er meerdere aanwezigheden bij je aanwezig zijn, voel maar hun liefdevolle intentie. Ze zijn daar om te helpen, om je te assisteren bij dit proces. Te checken of het goed gaat met jou. Zag je aan, kun je gaan voelen dat er een andere frequentie, een ander soort energie, ik zie ook een iets andere kleur, in het veld komt. Ik zie hem als
Ja, een soort van roze, blauw, paars. Het is een prachtige kleur, maar het varieert ook een klein beetje. Misschien dat je hem waarneemt als een andere kleur. Het kan heel persoonlijk zijn. Kijk even hoe je jezelf kunt ontspannen. Voel maar, de intensiteit neemt langzaam een beetje toe. Misschien dat je het vooral kunt voelen op je hart. Ik krijg ook beelden te zien van je van voorhoofden. En interessant genoeg, ik krijg ook beelden te zien van voeten. Ik krijg activatiepunten te zien op de handen. Terwijl dit proces verder doorwerkt in je systeem, is er een vraag, wordt er een vraag voorgelegd aan je? Om als het ware je hoogst mogelijke idee, passie voor je te halen over wat jij gaat doen. In die nieuwe wereld die aan het ontstaan is. Hoe ziet die wereld eruit voor jou? Wat doe je daar? Wie zie je daar? Wie ontmoet je daar? Hoe voelt het daar? Wordt gevraagd om dit beeld en vooral dit gevoel te ankeren, voor jezelf een plek te geven in je hart, als herinnering. Je zult ook misschien voelen dat het veld van de activatie aan het afnemen is. Er is nog een
verzoek, een idee, een suggestie. Dat in het proces waarin zo direct de frequentie, de energie van die bubbel, zodra die zo meteen langzaam afneemt, voel dan hoe je jezelf als het ware je fysiek kristalliseert. In de persoon, in de vorm. Zoals jij jezelf hebt gezien. En voel het maar. Voel maar hoe langzaam die energie, het veld, die bubbel, steeds iets zwakker en lager komt. En hoe je steeds meer contact krijgt met je fysieke lichaam. En voel maar hoe het gewoon feitelijk, letterlijk een ander lichaam is. De nieuwe jij. Voel me hoe je klaar bent voor die andere wereld. Hoe je jezelf hebt voorbereid. Niet alleen een andere wereld, maar ook voor compleet andere ontmoetingen. Er wordt hier aangegeven dat verschillende mensen zullen ook herinneringen gaan krijgen aan contacten die al eerder hebben plaatsgevonden. Herinneringen die actiever gaan worden, die verser als het ware gaan worden, ook completer gaan worden. Contacten die begrepen kunnen gaan worden. Begrepen vanuit een heel ander level, vanuit een ander perspectief. Dan wordt je gevraagd om te voelen in je systeem hoe je je voelt. Of je kunt merken dat er een heling heeft plaatsgevonden. Of je kunt merken dat er een andere energie in je lichaam zit nu. Je kunt merken dat je op een andere manier kijkt, voelt, beleeft. Ik krijg hier een stukje feedback over dat de missie is geslaagd. So thank you. Er is veel contact gemaakt ook, wordt aangegeven. Veel contact ervaren. Zometeen wel benieuwd. Ik ga aan Jacqueline vragen of jij ons kan begeleiden in de weg terug.
Dan word je langzaam ook weer bewust van jouw energetische stargate of piramide, waar jij in het midden zit op de grond, uitgelijnd met je kruin naar de punt boven je hoofd. En het energieveld is nog die van de 12e dimensie. En ondanks het feit dat het hier zo rustig is, zo helend, dat je misschien het gevoel hebt om daar te willen blijven. Het is belangrijk om te weten dat je daar altijd weer naar terug kunt. Het is niet iets wat buiten jou is. Het is iets in jouw bewustzijn. En het is goed en fijn om tussen dimensies te leren navigeren en waar te nemen. En om ons lichaam ook weer te kunnen voelen en ons dagbewustzijn te kunnen ervaren. Zoals precies de bedoeling is in jouw incarnatie. Vraag je nu aan jouw energetische stargate of piramide om langzaam de energie op terug te brengen naar het veld van de 11e dimensie. En merk op door jouw vraag, jouw intentie, jouw focus, het veld langzaam verandert. En vraag dan om een verlaging van de frequenties. Van de 11e naar de 10e dimensie. Observeer. Observeer je lichaam. Je cellen. Je energie. Wees open. Wees nieuwsgierig. Vraag maar om een verlaging van de frequentie van de 10e naar de 9e dimensie. En in jouw hart kun je nog steeds de frequenties voelen van de 12e dimensie. Terwijl jouw bewustzijn kan waarnemen de frequenties van de 9e dimensie, daar waar je om gevraagd hebt. En vraag dan maar opnieuw aan jouw stargate of piramide om je mee te nemen naar het veld van de 8e dimensie. Terug naar de 7e dimensie. En ook hier laten we onze lichamen
beetje wennen aan de verandering van energievelden. En ook jij mag je bewust worden van jouw lichaam hier in de zevende dimensie. Het voelt. Of je je lichaam wat beter kunt ervaren. Terwijl we verder terugreizen. Jouw vraag om in de zesde dimensie terecht te komen. Langzaam terug naar de vijfde dimensie. Terug naar de vierde dimensie. Op het moment dat je besluit om je ogen weer te openen, ben je ook weer helemaal terug in de derde dimensie, waar je lichaam zich bevindt. Terwijl al die lagen van jouw bewustzijn tot in de twaalfde dimensie er nog steeds is, nog steeds bereikbaar is voor jou op eigen wil. Maar ervaar plezier om je lichaam weer te voelen, contact te maken, dankbaar te zijn, dat je hier kunt zijn als mens, kunt ervaren, waarnemen, voelen en groeien. En dank ook jouw etherische stargate of piramide, waar je weer uit kunt stappen. En kom dan in je eigen tempo weer helemaal terug in het hier en nu. In je eigen lichaam. In je eigen ruimte. Plek waar je zit. En dan bedank ik Philip om ons mee te nemen op die prachtige reis. Ja. Samen met Israël. Ja, fantastisch. Oh. We zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoe het jullie ervaren hebben. En als je iets wilt delen hierover, dan graag op de chat. Ja, zeker. Dan kunnen we dat een beetje lezen. Ah, Coco, hoi. Heel bijzonder, zegt Coco. Alles sluit precies aan bij afgelopen week. Ik was behoorlijk ziek, weinig gegeten, was nodig. Cool. Gelukkig veel uitleg over herschikking van mijn DNA. Herinneringen beter toegankelijk, etc. Prachtige aansluiting. Dank jullie en allen. Ah, super top. Super. Heel fijn. Ja. Prachtig. Fijn dat je erbij bent, Coco. Yes. Komt je ten goede en verder nog heel veel beterschap, natuurlijk. Ja. Ja. Het was wel heel grappig, want jij vertelde
dat er een roze kleur, een blauwe kleur. En toen dacht ik, hé, bij mij is die paars. En toen zei je, of een paarse kleur. Ja, het is soms dus, zo moeilijk. Want het wordt dan net iets heel anders. Denk je van, wat was het nou? Ja. Het is niet knalroze of zo. Het zijn zulke mooie kleuren ook. Ja. Het is gewoon heel moeilijk te beschrijven wat het nou precies is. Ja. Ja. Ja, en ook die activaties die ze deden. En toen zei ik, kan bij je hart zijn, of bij je handen, zelfs voeten, maar ook bij je voorhoofd. En ze waren inderdaad bij mij bezig bij mijn voorhoofd. Het was heel grappig dat je dat zei. Wat ik zag, was een soort half doorzichtig lichaam. En ze gingen dan naar bepaalde plekken toe. En dus ze zeiden, ineens kreeg ik te zien een kleur rond het hart. En ik dacht, ze zijn bij het hart bezig. En toen liet ze me zien, zo'nzelfde, een soort, alsof er zo'n soort... Trechter? Ja, maar niet met een scherpe afbakening of zo. Want het was gewoon alsof er een soort lichtbundel. Maar dan, en die, ja, dus niet hard maar gewoon echt een heel mooi lichtding. En dus eerst zag ik hem rond het hart. En ik zag dus zo het lichaam liggen met het hoofd aan die kant. En toen zo bij het voorhoofd. En toen een hele keer bij de voeten. En toen zag ik handen. De handen lagen zo. En zag ik het zo bij de handen. En toen dacht ik van, het lijkt wel of er activatiepunten van de reconnectie plaatsvinden of zo. Ja, dat moet ik ook in denken. Dat ik denk van, hé, wauw, je had het toch over uitleiding. Ja. Oh, ja. Bijzonder, ja. Even kijken. Oeh, er zijn een heleboel reacties. Leuk. Dat vind ik altijd heerlijk. Eens even kijken wat we met elkaar gemanifesteerd hebben. Ja. Catharina. Hi, Catharina. See you this weekend. Yay. I love these meditations. So grateful. Thank you. Oh. Yes. Stefan. Ik ben heel erg dankbaar. Oh, fijn, Stefan. Super. Heel leuk. Sylvia, wat een reis. Dank jullie wel. Ik ben heel dankbaar. Dikke knuffel. Oh. Oh. Sylvia, ik zie je zo voor je. En je lach. En je, je bent een lieve vriendin van ons. Ja. Dus heerlijk, heerlijk. Dank je wel. Ah, wel binnengekomen. Het is wel binnengekomen, zegt Hilde. Nou, fijn, Hilde. Goed zo. Ja. Ja. Anna, even kijken hoor. Anna Bastiaan, het mooie is... Dat wat ik waarneem, het teruggekoppeld krijg van jou. Ja, precies. Dat had ik ook heel vaak. Dus ja, super. Ja, heerlijk is dat. Ja, dat is een soort bevestiging ook dan. Hè? Zo van, hey, zie je wel. Ja. Ik zie het goed. Ja. Martine, het was heel fijn. Dank jullie wel. Helen, dank. Was een mooie ervaring. Mooie eerste keer met jullie allemaal. Nou, super. Voel je welkom, Helen. Tot volgende week. Volgende week, ja. Dan hebben wij... Bashar. Nee, heb ik met Helen drie connecten. Oh, sorry. Mag ik helemaal niet zeggen. Die mag je helemaal niet zeggen. Oeps. Heeft niemand gehoord. Frietkoenders, ik voel me nu een stuk beter. En kon het licht weer toelaten. Zo nodig, dankjewel. Fijn, Friet. Ja, ik las inderdaad dat je COVID hebt. En nou, toch wel behoorlijk... ziek bent ervan. Dus ook jij heel veel beterschap. En fijn dat het licht is zo binnen kunnen komen. En, ja. Ja, er zal vast een healing in gang gezet zijn. Dus, dikke knuffel voor jou ook. Lilian van de Zanden. Ik ben erg dankbaar voor deze mooie reis. Super Lilian. Marcel. Ik vond het ook een prachtige ervaring. En voelde ook echt aanwezigheid. Mooi dit. Ja, ik denk ook dat je voelde, hè, dat sommige mensen misschien aanwezigheid konden voelen. Want je benoemde dat. Ja, ik krijg dan in een soort beeld. En dan, ik vraag dan van, goh, wat is het dan? En dan, het is niet zo dat ik dat dan woord voor woord hoor. Maar dan weet ik het in één keer. En ik zag dus een beeld van verschillende mensen. Maar dan verschillende, dat zijn dan half doorzichtige lichamen die ik dan krijg te zien. Lichtlichaam. Van verschillende mensen. Waarbij ik echt buitenaards ziet staan dan. Ook als half doorzichtige wezen. En dat er een interactie plaatsvindt van herkenning. En
Ja, dus dan vertel ik hem zo. En ja, Ja. dus ik vermoed dat er meer mensen zijn die dat. Ja. Maar Marcel zeker, dus Mag ik nog heel nou. even terug naar Friet? Want dat gebeurde Oké, ja. met Friet, zeg maar. Friet, Oh, zou Friet. je ons op de hoogte willen houden hoe het gaat? Het heeft iets te maken namelijk met wat mijn gids, tenminste dat is mijn gevoel, zeg maar. Mijn gids heeft een aantal maanden geleden aangegeven dat het werken met hele hoge frequenties belangrijk zijn voor nou ja, een fase die we met elkaar ingaan nu als collectief, zeg maar. En terwijl, ja, terwijl we dit nu zo bespreken, zeg maar, voel ik hier dat ik moet opletten. Let je op. Dus ik wil je eigenlijk, dus ik weet het ook niet precies, maar ik wil je eigenlijk even vragen of je ons misschien even op de hoogte wil houden van hoe het verder gaat met je, of je iets merkt, zeg maar, in je proces. Aanleiding van wat er vanavond is gebeurd. En dan het Dat is, proces lichamelijk nou ja, of gewoon, alles? gewoon, gewoon in zijn algemeenheid, met Ja. name wat hij aangaf over dat hij zich ziek voelt. Ja. Dus nou, Nou, zou fijn zou ik zijn. fijn zijn. Ja. Zou fijn, ja. Misschien een beetje een bevestiging voor mezelf, Ja, I don't know, maar ja. ja, ik voelde Het in zal één keer over en weer zijn, denk ik dan. van nee, hey, let je even op. Oké. Dus ik denk, Nou. pak hem even terug, dankjewel. Ja. Oké. Even kijken. Ja, Marcel. Nou, super, Marcel. Fijn voor jou ook dat je ook de aanwezigheid voelde. Ja. Margriet, mooie reis. Ja, Anna, ja, zeker. Aaltje, het was prachtig, dank jullie wel. Leuk. Heel fijn voor je ook, Aaltje. Ja. Nikki, poeh, dat was me weer een mooie ervaring. Ik heb een grote paarse kleur kristallen gezien in de vorm van een speerpunt, waar een bol lila licht op de punt zat, met een straal uit die bol. Om even een fractie van dat licht te kunnen benoemen. Mijn hoofd werd achterover gebogen. Intens wit licht. Daarna zei Philip dat je ook mocht gaan liggen. Echt intens ook aan het schokken. Ja, dat is wel inderdaad wat binnengekomen bij je, Nicky. Dat schokken van je lijf. Hè, dat is meestal even zo van. Komt iets binnen en je lijf moet even zo, oh, oké, en dan kan die weer door en zo. Maar mooi zeg, dat je dat allemaal ervaren hebt. Nikki, heb jij aanwezigheid ervaren? We gaan eventjes, ik wacht je antwoordje even Ja. af. Monika, ze zegt heerlijk ons. Pa, ontspannen, denk ik. Dank. Ja, fijn, Monika. Hielke, fijne meditatie. Ik had het gevoel in universum te staan bij de 12e dimensie. Ik zag het universum, sterren, als vanaf een platform om ET's te ontmoeten. Ja. Wauw. Oh, dat is wel super, Hielke. Ja. Mooi. In die laag zitten heel veel kosmische connecties. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Anna Bastian die zegt ook nog, ja, had ik ook die herkenning. Ja, mooi. Ik denk inderdaad, er zullen veel mensen. Jannie was alweer volledig weg, maar voel me goed. Fijn. Ja. Nou, je weet het, hè, Jannie, ondertussen. Ja. Er komt een tijd. Dan ben je er gewoon helemaal bij. En voorlopig is het inderdaad gewoon helemaal oké als je wegvalt. Dus dat geldt trouwens ook voor andere mensen. Dus in het begin voelt dat heel frustrerend. Zo van, nou, verdorie, ik wil er ook bij Ja. zijn. Maar op het moment dat je gewoon wegvalt, dat is gewoon nodig. Dan mag dit gewoon even niet aanwezig zijn. Dan kunnen ze je veel meer voor je doen dan dat je er bewust bij aanwezig zou zijn. Dat geeft weer een stukje troost. Coco, ja, vooral ook dat doorzichtige lichaam van de IT's en herkenning en wisselwerking. Wauw, ja. Gaaf, hè? Ja, dat is zo mooi dit. Ja.
Friet, die zegt, ja hoor, doe ik. Nou, Okay, super. top jongen, top. Nikki, ja, in verschillende vormen. Dus het antwoord van heb je aanwezigheid gezien? Ja, in verschillende vormen. Toen Jacques het voorlas van de bol met de speer, wat ik heel snel voelde, was van de speer, de focus op die sfeer, die bol. Dat was eigenlijk wanneer het eerste contact, zeg maar, binnenkwam, zeg maar. Het is de representatie geweest van zijn aanwezigheid. Ja. Het is de manier waarop je nu hebt waargenomen, zeg maar. En dus dit is een beeld die eigenlijk is binnengekomen, zeg maar, als van een soort focus naar de energie die op dat moment bij ik kwam. Dus dat was toen Jacques hem ik zag het beeld. Ja, en maar ik voelde gelijk een hele andere. Dat het dus eigenlijk een representatie is, een perceptie is van iets wat er op dat moment plaatsvond. Nou, ja. Mooi. Het is mooi dat je me hebt ervaren. Super. Ja. Leuk. Even kijken hoor. Jessica die zegt: dank jullie wel weer. Jessica Schut, fijne avond verder en voor later wel te rusten. Ja, dank je wel, dank je wel. Dat zou lekker slapen worden, denk ik. Of misschien nog even stuiteren in bed. Dat hebben wij meestal. Oh. Ja. Nikki die zegt nog: gele figuren, een soort engel, die naar wit licht of hemel werd getrokken. Nou, je hebt echt veel gezien. Ja. Margriet, die zegt, ik heb een hele mooie ontmoeting gehad met een innige omhelzing. Heel bijzonder. Oh, Margriet, heerlijk. Wauw. Nou, ik hoop dat je die ontmoetingen nog wel vaker mag meemaken. Dat zou super zijn, zeg. Ja. Oh, lieve mensen, dit is zo fijn om dit te doen. Ja, het is super. Je kunt je voorstellen dat... dat we zoiets neerzetten. Hè? Dus wij faciliteren het, zal ik maar zeggen. Ja. Maar we doen dit dus echt gewoon met elkaar. En dat maakt het zo bijzonder. En hoe meer mensen erg vanuit hun hart, zoals jullie vanavond met ons dit veld hebben neergezet, hoe mooier het ook is. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Er kan zoveel mooie dingen gebeuren. Ja. En dat zie je ook inderdaad. Hè? Dat er dus tijdens zo'n Stargate meditatie en prachtige begeleiding van Philip en Estrel, dat er dan zoveel dingen mogen gebeuren in dat veld. Ja, daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn en blij. Ja, het was gewoon super. Ja, en het mooie is gewoon, het is een ervaring die we zelf natuurlijk hebben, maar we hebben een veld gecreëerd, we hebben een collectief veld gecreëerd. Ja. In het universum gaat gewoon ook nooit iets verloren, zeg maar. Dus dat wat wij hier met elkaar hebben ervaren en hebben gemanifesteerd, zeg maar, dat is ook iets wat in het collectief weer voelbaar is. Zeg maar. Absoluut. Vandaar, het blijft, en dat is ook wat onze gids ook zeggen, het blijft zo belangrijk dat je voortdurend je deze frequenties blijft herinneren. Ja. Dat is uiteindelijk wat gaat maken dat we de reflectie ervan ook in onze fysieke realiteit gaan zien. Ja. En het is gewoon heerlijk om dit te blijven doen. En laten we dit vooral door zo blijven zetten. Ja, inderdaad. Absoluut. En wij voelen al inderdaad hè, de schaal, het punt. We gaan de goede kant op. Het is al gebeurd als het ware. Dus ja, wij konden hem al voelen. Ja, zo vorige van, week. Wow, het is net alsof het anders is. Alsof we al op de nieuwe wereld zijn. Maak je niet druk als je denkt van ik word dement of ik vergeet van alles. Nou, wij hebben het niet anders. En wat we daarbij doorkregen was, je bent je los aan het maken uit die oude wereld. Dus dingen die je moest herinneren in de oude wereld, die zijn niet meer belangrijk. Je bent aan het losweken. Ja. Dus het is ook heel logisch dat je dan af en toe denkt van, hé, waarom weet ik nou die naam toch niet meer? Of
Nou ja, van de simpelste dingen. Dus ja, denk niet dat je gek aan het worden bent, maar Nee. we zijn gewoon aan het shiften naar die nieuwe wereld. En Maar er gebeuren ook wel ja. andere dingen. Kijk, want ja, het gaat te ver om het helemaal uit te leggen, zeg maar feitelijk veranderen we niet de wereld waarop we rondlopen. We projecteren onszelf in een andere wereld. En soms ga je dus gewoon dingen mee. Dus je shift feitelijk naar een andere versie van de planeet. En dan ga je gaat meemaken dat je op plekken komt waar je heel vaak Ja. komt. En dat je zit in van, het is gewoon anders. Ja. En in eerste instantie dacht ik, wat ligt aan mezelf? Maar gelukkig heeft Jacques het ook. Ja, Dat we op stukken lopen waar we nou echt heel regelmatig lopen. Maar dat was lang. en dan zeggen Het we ziet er gewoon, gewoon, het ziet er gewoon anders uit. stond dat bord er nou? Stond dat bord er nou? En dan gaan we ook echt voelen aan dat bord van, is het, ja, het lijkt toch wel een nieuw bord, maar, hè? Zo van, Ja. nou, en dan snappen we er niks van. Maar ja, we denken ook, we laten het ook altijd maar los. Zo van, als we ergens niet opkomen, wat we niet kunnen herinneren, of wat, dan denken we, laat maar. Ja. Ik zeg heel veel, ja, dingetje, dingetje. En dan zegt hij, ja, wat nou dingetje? Oh, dingetje. Dingetje. Ja, je weet wel, joh. Ja. Dus Ja. maar goed. Dus ja, dat hoort er allemaal bij. Op een gegeven moment heb je ook gewoon geen herinnering meer aan die oude wereld. En dat betekent dat je er van los bent. Dat is wat er gaande is. Zeg maar. Ja. Ja. Goed. Mensen die gaan al Ja. lekker slapen, zie ik. Dus ja. Heel veel liefs. Yes. Heel veel liefs voor iedereen. En ja, nogmaals dank jullie wel voor het meedoen. En volgende week hebben we een Bashar-avond. Dat is een Engelstalige avond. Tenminste, wij spreken wel in het Nederlands. Maar de avond die... we delen dus informatie, zeg maar, video's van Bashar. Die dus op zijn unieke manier zijn kennis met ons deelt. En is zeer leerzaam. Ja. Dus voel je uitgenodigd om daar ook aan mee te doen. En dat is volgende week ook om 7:30. Ja. En, voor de rest, we zien jullie de volgende maand of misschien live. Sommigen van jullie beginnen dit weekend aan ook een practitioner opleiding. Dus van harte welkom. Yes. En voor iedereen die we ook kennen en niet kennen, hele dikke knuffel. Ja. En tot de volgende keer. Tot de volgende Heel keer. veel liefs, hè? Jo, hey, bedankt. Doei. Hoi, hoi. Zie je gauw.